is daar? Yvonne van Gerp, hoezo, waarom ook weer, zeg even. Nou, in ieder geval niet op de schaatsen. Oh nee, niet op de schaatsen. Je mag wel binnenkomen, dan moet je eerst even kijken of er geen trollen achter de bosjes liggen. Oh. Of rare enge wezens. Nee, zie ze niet. Nee. Nou, kom dan maar binnen. Oké. Welkom. Hey, Pop. De Elfstedentocht is niet hier, hoor. Hoezo? Nou, je hebt je schaatsen toch bij je? Ja, dat heb ik altijd. Karin, niet goed hoor hier. Nee, het gaat niet goed. Ik voel me zo verschrikkelijk raar. Ik ben een beetje bang aan het worden, want ik weet niet wat er nou aan de hand is. En ik voel me ook zo raar duizelig. Karin! Ja, ik zie het, mam. Help! Ja. Zo, waar ben ik nou? Dat weet ik niet, hallo, mam. Hallo? Ja. Waar ben ik nou? Ach, je bent even weg, mam. Je hebt me weggezept, ja. Zo. Ja. Karin! Mam, help! Doe. Kijk, het is namelijk zo, met Yvonne van Gennep gaan we iets doen. Ik ga natuurlijk haar niet laten zingen. En ik ga ook niet schaatsen. Ik en IJs gaan niet zo heel goed samen, zal ik maar zeggen. Dus we doen iets achter de wand. En we hebben afgesproken dat, dat alles wat ik zeg dat ze moet doen, dat ze dat gewoon doet. En als het haar helemaal te veel wordt, dan zegt ze, doe het zelf. Leuk, hè? Nou, dan ga ik me even gaan omkleden. Komt Yvonne er zo aan. Je bent zeker wel de gast. Hallo. Ja, dat heb je goed gezien. Hallo, ik ben dan Zelleke. Hartstikke leuk. Je bent Yvonne. Zeg, mag ik even wegzetten? Zeg, moet je luisteren. Het is heel simpel eigenlijk wat er gaat gebeuren in het leven. Het is namelijk zo, je gaat een carrière beginnen. Hè? En je hebt heel veel leuke dingetjes gedaan met dat leuke ontzettende sport van je met dit. Ja. Waar je te kruis gaat of zo. Ja. En wat ik vraag wil, leuk hè. Leuk. Heb je bijvoorbeeld rituelen gehad vroeger? Ooit? Ja. Ik had een onderbroek met rode stippels. En die moest dan elke keer heel snel gewassen worden, zodat ik hem weer aankom. Maar ik kon niet zonder. Leuk. Ja. Heel leuk, heel assertief. Maar, maar en dat hielp. En daar heb je mee gewonnen en zo. Ja, juist. Ja, ik won ermee. Dus de volgende keer moest ik hem weer aan. Nee, hartstikke leuk. Nou, dat is natuurlijk niet echt genoeg natuurlijk voor een carrière. Als je zegt, ik ga een leuke carrière maken, tonnen verdienen en zo. En dan hop, een leuk onderbroek met stippels. Dus je bent helemaal op tijd gekomen. Het is echt ontzettend leuk. Oh, ik heb hier mijn kaartje. Ik ben Zelleke. Ja? Namelijk, ja, softenoom. Nee, je mag hem niet hoor. Dat je niet denkt, nee, dat is mijn bijgeloof. Dat hou ik zelf even bij me. Dat is namelijk zo, je moet misschien maar even gaan staan. Dan gaan we werken aan een ritueel. Heel leuk, heel gezellig, heel chakka. Om te kijken of er nog iets anders te bedenken valt voor je. Lijkt me ontzettend gezellig. Dan kom je even staan. Oké, dan ga ik het maken. Of neem ik ja, aan? Absoluut, hoor. Ja, daar word je ontzettend rijk van. Is mij ook gelukt. Dan kom even hier zo aan de voorkant staan. Ja? Kom even zo hier zo. En dan, ja? En dan kijk je even aan de ene camera daar. En dan ga je heel assertief kijken, even leuk. Heel, heel assertief. Heel assertief. Ja, dat is leuk. Ja, dan moet je misschien zelfs Chaka erbij zeggen nog even. Voor het gevoel. Ja. Chaka. Ja, heel leuk. Ja, maar en als je dat weer vasthouden, even dat gevoel vasthouden, dan gaan we even iets doen. Normaal moet je over hete kolen lopen, maar dat voel ik niet geschikt. Ik dacht, je bent helemaal in het ijzer. Dus moet je even voelen hier aan deze puntjes, aan dit ding. Leuk. Voel je het? Het is echt heel scherp. Ja. En dan dacht ik, leggen we het even op de grond neer, saampjes. Hè? Ja? En dan hou je even dat chakra-gevoel vast. Ja? En dan ga je even concentreren, even chakra doen. En dan loop je even gewoon heel gezellig, loop je er overheen. Okay. Je stapt er gewoon overheen. Je kunt het, hè? Kom op, hoor. Ja. Hoor. Leuk. Leuk. Kom maar even op. Kom. Chaka. Ja, precies. Leuk. Heel leuk assertief. Ja. 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 Hoe voelde het? Fantastisch. Fantastisch. Ja. Je voelde niks eigenlijk. Nou, nee. Nee, daar was ik al bang voor. Je moest er overheen. Ja. Nou, dan gaan we meteen door met de volgende opdracht, hoor. Kom even hier. Ja? Even zo, even erachter langs. Even daar. Ja? Kijk, ik heb een hele mooie bak met water. Ja? En dan moet je gewoon proberen om zo lang mogelijk onder water te blijven. Zat hem op, hè? Denk, tjaka. En dan gaat hij, hoor. Leuk. Hartstikke leuk. Heel leuk assertief. Nou, je houdt het lekker lang vol. Kom maar naar onder vandaan. Ja, is genoeg, hoor. Oké. Ja, heel vindingrijk. Ja, jammer. Wat next? Nou, je had ook nog bedacht als een soort ritueel. Als je nou echt denkt, ik hou het niet meer, want het is echt heel goed gegaan. Maar je denkt, dat soort dingen, denk je wel eens. Hè? Ik moet nu even iets doen. Dan heb ik een geweldige opdracht nog, de laatste. Kijk, dit hier. Oeh, lekker. Deze taart moet op in 2 minuten. 2 minuten? Denk je dat je dat kunt? Geen punt.
Nee, de hele taart. Geen punt. Nee, je zou zeggen, doe het zelf. Ja, dat had je wel gewild, zeker? Ja. Dan had jij lekker... Ja, dat was de bedoeling. Twee minuten? Ja. Hele taart? Ja. Jongens, wie wil er een stukje? Leuk, Yvonne. Ja, nou, pak. Heel leuk assertief. Ik heb een mes. Nee, neem vooral lekker een puntje. Ik hoef niet, hoor. Echt niet? Nee, laat maar. Ik haat schaatsen.